Dankjewel. Toen ik jong was, had ik altijd al het idee dat ik te vroeg in tijd geboren was. Ik had altijd al een beeld hoe onderwijs er in mijn beleving uit had moeten zien. Hoe de samenleving eruit had moeten zien. Maar dat was niet zo. Om dit te veranderen ben ik de lokale politiek ingegaan. En niet veel later ben ik de landelijke politiek ingegaan om het ook te proberen om het te veranderen. Je kan achteroverleunen, je kan kijken hoe het gaat. Of je kan actief zijn en proberen om iets te veranderen zoals je het zou willen dat het gaat. Mijn belangrijkste zin voor vandaag zal zijn, terug naar het onderwijs waar het onderwijs voor bedoeld is. En dat is persoonlijke ontwikkeling. Dat is zorgen dat je je eigen motivatie en drijfveren kan gebruiken om het beste uit jezelf te halen. We leven nu in een onderwijs, in een tijdperk van onderwijs, waarin je moet voldoen aan, en Lisanne zei het al, aan maatstaven. Aan toetsen, aan kaders. En dat kan niet de bedoeling zijn. Je kan nu ook nog niet zeggen van, ik ga jongeren zo opleiden voor het werk dat ze over 5 jaar staan te wachten. Want het werk is helemaal niet in die tijd meer zoals waarvoor ze opgeleid zijn. En dat is jammer. Daarmee doe je jongeren zo ontzettend tekort. We zijn haast een fabriek aan het worden. En dat heet het onderwijs. We zijn studenten aan het produceren en die leveren we af aan het bedrijfsleven, aan de maatschappij. En dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. School van de toekomst zou terug moeten gaan naar individueel onderwijs. Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te halen? Om daarmee de wereld te veranderen, om daarmee je eigen omgeving te veranderen. Want het is juist die creativiteit die in je zit, waarmee je je omgeving en je wereld verandert. En die heb je nodig, die hebben wij als Nederland nodig, om daarmee vooruit te gaan als Nederland, maar ook om heel lang gelukkig te zijn in hetgene waarmee je bezig bent. Want je moet heel lang werken. Sommigen zeggen al, zolang als het je leeft moet je werken. Nu is het nog tot je 67ste. Dus dan moet je iets doen wat je leuk vindt en waar je passie voor hebt. Dat is heel belangrijk. Ik geloof dat we in een kantelende samenleving zitten. Het schijnt zo te zijn dat eens in de zoveel generaties een samenleving of een generatie is die opstaat en die zegt van, ja, maar dit werkt niet meer. Wij zien problemen en de manieren hoe we het nu doen, daarmee worden ze niet opgelost. Maar wij hebben de oplossing, wij zijn creatief, wij hebben de problemen al lang genoeg moeten aanzien, wij hebben nieuwe innovatieve ideeën, waar we mee de samenleving verandert. En ik geloof er echt in dat wij als jongeren, deze generatie, hele andere ideeën hebben over hoe de maatschappij eruit zou moeten zien. Denk bijvoorbeeld aan het bewustzijn van duurzaamheid. Jongeren willen duurzaamheid. Jongeren willen elkaar opzoeken, willen verbinden. Kijk maar naar alle social media's. Jongeren hebben echt een behoefte om buiten het kader te denken. En dat moeten we stimuleren. Want het is schandalig hoe het onderwijs er nu uitziet. Je moet recht in de lijn lopen. Je moet een bepaald onderwijsprogramma volgen. En op het moment dat je met je loopbaanbegeleider zit en ja, kijken van hoe het met jouw resultaat gaat, het enige wat je tevoorschijn haalt is jouw cijferlijst. En zolang je cijfers boven de 5 zijn, is het goed. En ga je over en haal je diploma. Maar daarmee ontwikkel je jezelf nog niet. Dus wat je eigenlijk kan zeggen is, het onderwijs is helemaal niet mee bezig waarvoor ze bedoeld zijn. Dus waarom gaan we dan uiteindelijk nog iedere ochtend naar dat gebouw toe en gaan we die lessen volgen als we onszelf niet meer ontwikkelen? Dat is een goede vraag. Want op een gegeven moment ga je buiten de school meer ontwikkelen dan binnen de school. En dat moet anders. Dus wat het onderwijs zou moeten doen, is meer de verbinding op gaan zoeken. Meer met jongeren in gesprek gaan. Meer met het bedrijfsleven in gesprek gaan. Niet meer kijken naar al die resultaten en naar al die eisen die er gesteld worden. Maar meer gaan kijken van, oké, wie ben jij? En wat zijn jouw persoonlijke kwaliteiten? En wat zijn jouw drijfveren? Wat wil je gaan doen? Als je dat weet, dan weet je hoe je onderwijs moet aanbieden. Dan weet je hoe je die persoon kan verlichten en kan laten accelereren. Dat is waar we naartoe moeten. En
dat is wat mijn betoog voor vandaag ook is. Terug naar waar het onderwijs voor bedoeld is. Naar persoonlijke ontwikkeling. Want daarmee verander je de maatschappij. En dat is wat we nodig hebben. Dank jullie wel.